Goedendag, we hebben best wel een koude nacht achter de rug, zeker landinwaarts. Op vliegbasis Eelde kwam het zelfs tot min 2,3 graden. Dat is weer even geleden dat het zo koud werd op dat station. Moeten we terug naar februari. Aan de grond zelfs min 5 al daar. En ja, dat leverde ook wel weer mooie beelden op vanmorgen, zoals hier achter me. Een dakraam die bevroren was. En als je ook vroeg op pad moest, dan moest je ook even weer de autoruiten krabben. En dat is echt wel weer even geleden. Voor de rest is het vandaag wel heel vriendelijk weer. We zien een mix van wat stapelwolken, een hele enkele bui. Maar voor de rest echt wel vriendelijke condities. Heel anders dan de voorgaande dagen. Maar met die noordenwind is het nog wel altijd fris. En waar het ook fris is, is het op dit moment in Centraal-Europa. Daar hebben ze tot in het laagland te maken met sneeuwbuien. Dit was het beeld in Zurich vanmorgen. Sneeuwval, terwijl de bomen al groen zijn. Ja, het levert toch wel mooie contrastbeelden op dit moment. En op de computeranimatie zien we die sneeuwbuien in Zwitserland ook mooi terug. Dat zijn die roze kleuren. Maar wij moeten vooral kijken naar wat in het noorden gebeurt. Een actieve depressie komt dichterbij. Krijgen we vanavond en vannacht al mee te maken in de vorm van regen en morgen ook buien. Dan ook veel wind, want we zien die isobaren van gelijke luchtdruk morgenmiddag redelijk op elkaar komen. Dat betekent ook veel wind, maar dat systeem trekt ook snel door. Het weekend belooft wel een stuk rustiger te worden als we onder invloed van dit hoge drukgebied komen te liggen dat op de Noordzee komt te liggen. Nog wel overdag vorming van stapelwolken en een enkele bui, maar het wordt allemaal een stukje vriendelijker zoals we hier ook zien. De droge condities krijgen echt de overhand. Vanmiddag dus ook. Vanmiddag echt wel vriendelijk weer. Een wisseling van stapelwolken en zon. Misschien dat een hele enkele stapelwolk dus nog het buienstadium bereikt. Maar over het algemeen dus echt vriendelijke condities. En met die wind uit het noordwesten wel aan de frisse kant hoor. 10 tot 12 graden. Vanavond neemt geleidelijk aan de bewolking toe vanuit het noorden. En uiteindelijk zien we dat op de Wadden ook uiteindelijk een spatje regen kan vallen. Elders dus nog droge condities, maar in de nacht is dat heel anders. Dan trekt er dus een band met regen vanuit het noorden over het land richting het zuiden. En de wind trekt daarbij ook nog een keer flink aan. Morgen is het dan ook echt wel onstuimig, zeker op de Wadden. Daar windstoten tot zo'n 85 km per uur. Misschien ook wel windkracht 7. En die regen die trekt dus in de ochtend snel weg richting het zuiden. En er komen er een paar losse buien in. Het kunnen ook een paar pittige buien zijn, lokaal met wat onweer of wat hagel. En de zon, ja, die zien we heel af en toe tussendoor. Maar ja, het is slechts 10 graden en met die wind voelt het allemaal een stukje killer aan. Zaterdag wordt het een stukje beter. De wind neemt geleidelijk in kracht af. En de zon gaan we steeds vaker zien, zeker in het noordelijk en westelijk kustgebied. In het binnenland dus weer stapelwolken en die stapelwolken kunnen weer uitgroeien tot enkele buien. Maar de buien zijn dus echt wel in de minderheid. Zondag staat er nog wel een buienicoon in mijn meerdaagse, maar over het algemeen blijft het toch wel droog. Een vriendelijke dag, maar wel dus nog altijd fris. En ook de nieuwe week verloopt echt wel fris met temperaturen zo rond de 10 graden overdag. En in de nachten kan het in het binnenland gewoon weer eens gaan vriezen. En dan is het 's ochtends vroeg dus weer autoruiten krabben. Ik wens u een fijne dag.